Hij verwijst maar door. Hartelijk welkom bij deze persconferentie vanmiddag naar aanleiding van het drama wat zich vandaag in Papendrecht heeft voltrokken. Vandaag willen we u daar nader toelichting over geven. Dat zal allereerst gebeuren door burgemeester Moerkerken, die zal vertellen over wat er vandaag heeft plaatsgevonden. Daarna is het woord aan de heer De Beukelaar van het OM, die zal het verloop van vandaag kort toelichten. En tenslotte mevrouw Hooman van de lokale politie, van de politie ter plaatse, die zal wat zeggen over de achtergronden van de situatie in de Kremerstraat. Na afloop van deze persconferentie is er nog gelegenheid om apart vragen te stellen. En dan geef ik nu het woord aan burgemeester Moerkerken. Hartelijk dank. Dames en heren, wat een verschrikkelijke dag. Papendrecht is aangeslagen en de buurt van de Kremerstraat is in shock. Wat eerst een brand bleek te zijn, bleek later naar alle waarschijnlijkheid een familiedrama te zijn. Met de dood van twee volwassen mensen en twee kinderen van 4 en 6 jaar als verdrietig gevolg. Ik kan u niet vertellen hoe wij ons voelen. Ik kan u niet vertellen hoe de buurt zich voelt, hoe de familie zich voelt. Die moeten iets verschrikkelijks meemaken. En in gedachten zijn we vooral ook bij hen. Ik heb vanmiddag nog met een aantal omwonenden gesproken. Ze hebben ook aangegeven in shock te zijn. En je kon letterlijk zien dat het verdriet bij hen was aangeslagen. Sommigen hebben lichamen zien liggen. Sommigen hebben zelfs gereanimeerd. Dus u zult begrijpen hoe zwaar het bij hen is aangekomen. En ik wil ook namens hen aan de pers verzoeken ze zoveel mogelijk met rust te laten. Zodat ze dit drama ook voor zichzelf nog even kunnen verwerken. Onze gedachten gaan ook uit naar de hulpverleners, die gelukkig snel ter plaatse waren. Snelle aanrijdtijden, dus wat dat betreft wil ik ook de complimenten aan hen maken. Dat ze zo adequaat hebben geholpen, maar ook aan hen ons medeleven meegeven. Want ze hebben pas nog een 3-jarig jongetje uit het water moeten halen. En nu krijgen ze weer te maken met een heel ernstig incident waarbij 2 hele jonge kinderen zijn betrokken. We moeten afwachten wat het onderzoek wat nu gaat lopen ons verder gaat brengen. U heeft veel vragen op dit moment. Wij hebben veel vragen op dit moment. Een machteloos gevoel is ook bij ons op dit moment aanwezig. En dat merkten we ook bij de bijeenkomst van de omwonenden. Ook zij hadden vragen. Had dit voorkomen kunnen worden? Is natuurlijk een van de vragen die daar bespeelt. En die vraag zullen we met elkaar straks, daar zullen we antwoord op moeten geven. Want bekend was in ieder geval dat het gezin betrokken is geweest bij politie en bij zorg. De politie heeft uiteraard een strafrechtelijk onderzoek en vanuit de gemeente zullen we ook het onderzoek verder op poten stellen om op deze vragen antwoorden te geven. De komende tijd die zal ook in het teken staan van die onderzoeken. Vanuit de gemeente zullen we ook vooral contact houden met familie, met de omwonenden, met andere betrokkenen, bijvoorbeeld met de school.
Daar hebben we op dit moment contact mee gehad en ook daar komt dit nieuws enorm hard aan. Bij de kindjes die zaten in Papendrecht op school. Het verlies komt heel hard binnen. Nogmaals, de komende tijd gaat vooral naar de onderzoeken en die gaat naar onze betrokkenheid bij de omwonenden. En we zullen vooral ook kijken hoe kunnen we hen bijstaan met het verwerken van dit verdriet. Hoe kunnen we hen bijstaan met het verwerken van dit stukje rouw. Daar gaan we in ieder geval ons best voor doen.